Goedemorgen, meneer. Nou, ik sta hier namens Dilsen voor het marktonderzoek. Nou, ik zou graag uw kassabon willen hebben. Snel voor het marktonderzoek. Waarom ik het uw kassabon wilt hebben? Nou, ik zou graag willen weten hoeveel besteed aan uw boodschappen. En welke supermarkt ook het goedkoopste is. Kunnen aan het eind van het jaar dan zien welke supermarkt het goedkoopste is. Zou ik uw kassabon mogen hebben? Nou, meneer. Van bedragen tot met 20 euro, bedragen groter dan 20 euro. En zoals ik aan de bon zie, hebt u veel dingen gekocht. Bedrag is hoger dan 20 euro. In totaal hebt u 80 euro boodschappen gedaan. Heeft u verder nog een product gekocht dat duurder is dan 20 euro? Een boor. Oh, een boor. Hoeveel heeft dat gekost? 65 euro. 65 euro. Nou, dan ga ik het natuurlijk opschrijven. 65 euro voor een bon. En in totaal 85 euro. 65. Dan ga ik het opschrijven. Nou, voor 65 euro heeft hij een bon gehaald. So, yes, I'm representing Nielsen for the market research. I want your receipt. Can I have it? You want to know what people buy and what they spend. So, that's why we want to know. End of year publish the results of the market research. Hello, Dusan. Oh my god, you need to die. I think you need to know. Yeah, you have to tell me. You tell me this one time. Yeah, my get to here. That's so you want to join that. No, you come so you tell you the deal. You come to here. You will tell you what you got. You got 20 men. Hey, you 超過20蚊 睇下呢度 同埋有啲人 買咗20蚊 就 我哋問佢哋買咗幾多錢 又要 所以我睇到你張單 睇到你 總共都100蚊 你有冇買到啲嘢係超過20蚊 冇啊 你冇買到20蚊 我係咪中國人 我係中國人啊 你哋係咪啊 哈 你哋係啊 你在香港走來的是不是馬克幣啊馬克幣那些人好像認得我 Ja, op zich wel. De mensen zijn ja, niet best wel aardig. Op zich wel, ik doe mijn werk. Maar op zich wel, ja, zo gaat het toch wel. En ja, maar zoek onderzoek richt zich op naar alle doelgroepen die nog naar alle supermarkten gaan. Ja, of ik mijn werk wel leuk vind. Ja, op zich vind ik mijn werk wel leuk. Marktonderzoek, nou, zullen wij als consument wijzen worden van wat we eigenlijk kopen. En weet wel welke supermarkt het kloost is, meneer. Meneer, toch voor de marktonderzoek wil ik daarom uw bon inspecteren. Ja, jij niet aan het doen, hè? Super zo. Nou, niet zo'n tongeren, hè? Super zo'n niet zo'n tongeren. Wat is zo'n tongeren? 我在河南出生，可不可以知道你买这么多？二十二十二十二十，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 二十
worden. Ja, natuurlijk kan ik het wel uitleggen. Nou, we staan met Planet even iets voor het marktonderzoek. Het gaat mij niks aan dus. Ik wil natuurlijk wel uw bond weten. Alleen het bedrag wil ik weten. Gaat mij niks aan? Wat doet u daarmee? Gaat mij niks aan? Nou, een marktonderzoek, dat doe ik alles natuurlijk voor jullie. Het is wat ik met bonnetjes doe. Frauderen? Nee, ik ga niet frauderen, dat is maar een grapje. Als ik zou frauderen, dan zou ik gewoon rijk geworden zijn met al die bonnetjes. Wat denk je daarvan? Nou, waarom u mij zou helpen met marktonderzoek? Nou, op een dag ben ik een van de grootste miljonairs. Hoef ik jouw adres gaan opschrijven? Ja, tuurlijk. Ik wil gelijk
langskomen voor een kopje koffie en dan dus krijg je nog geld van mij. Nou, privacy, privacy. Marktonderzoek, privacy. Nou, wat bedoel je met privacy? Dat je daarmee je bon geeft en daarmee je privacy verliest. Is dat jouw enige privacy wat er is? En daarom wil je niet meedoen voor het marktonderzoek. Nou, laten we zo zeggen, er zijn vele voordelen voor het marktonderzoek dat ze daarmee jou kunnen helpen. Als je nou natuurlijk met z'n allen meewerkt aan het marktonderzoek, dan kunnen we met z'n allen weten welke supermarkt het is. Oké, Rian, Do you don't know why I'm staying here? Do you know what the market research is? Yes. Natuurlijk best wel ingewikkeld. Juist daar net zo van voor om bommen te verzamelen. Verder doe ik niks mee. Nou, verder of weet van wat er mee gedaan wordt. Ja, het wordt allemaal wat zijn op de hoofdkantoor allemaal uitgezocht. Dan zijn pleisters allemaal aan het zij gaan alles daar een beetje cijfers op zetten. Nou, wat ik hier doe is alleen bommen verzamelen. Registreren voor alles wat jullie allemaal kopen. En dan kijken wat de klant eigenlijk gekocht hebben in totaal, wat ze hebben besteed. Nou, verder kijk ik ook niet naar wat jullie allemaal zelf gekocht hebben. Of het jullie privacy schendt. Nou, dat is niet zo, geloof me. En kijk ook niet hoeveel bami-hapjes je hebt gehaald of hoeveel visjes. Dat kijk ik echt niet naar. Het is echt te veel bronnen om naar te kijken. Of ik zelf een supermarkt wil starten met dit. Van dit onderzoek? Nee. En het onderzoek is niet voor mezelf. Het is ook niet vanwege een afstudeerproject. Het is niet vanwege studie. Want of het natuurlijk voor mijn studie is, of het ermee te maken heeft, is altijd dus niet mee te maken met een studie. Het is ook niet de reden waarom ik hier sta om marktonderzoek bij jullie af te nemen. Waarom eigenlijk niet zelf in de supermarkt staan? Wanneer vraag je dat? Waarom ik eigenlijk in de supermarkt sta? In de winkel mogen we mensen niet zomaar lastigvallen. Want in de winkel lopen namelijk winkelen mensen die winkel natuurlijk op hun gemak maar boodschappen kunnen doen. Vandaar ook dat ik hier sta, buiten sta, om natuurlijk mensen te vragen om mee te helpen met marktonderzoek. Nou, zo kunnen mensen dus niet lastigvallen. Nou kunnen we met mensen op hun gemak rustig de winkel af een boodschappen doen. En als ze echt uiteindelijk buiten mee willen werken, dan gaan we natuurlijk mee helpen met marktonderzoek. Bent u daar niet mee eens, meneer? Ja, dat kan ik zelf niet over. Ik doe ook waar mijn man. Natuurlijk, ik doe gewoon mijn werk. Het is altijd voor het marktonderzoek. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook dit werk doen. Voor mij. Het is natuurlijk dit werk ook alleen natuurlijk om mijn studie te betalen. Ja, meneer. Gaat wel, het is wel een studie betalen. Is dat niet echt zijn man? Ja, meneer, wat doet u zelf eigenlijk voor dit werk? En hoeveel besteedt u eigenlijk per dag voor de boodschappen? Hoeveel besteedt u eigenlijk? Gaat u zelf naar de supermarkt of gaat u in de winkel om eten te halen? En welke supermarkt vindt u zelf het eigenlijk het goedkoopste? Want zijn er supermarkten door Lidl, Aldi, Dirk of natuurlijk Albertijn? Is Albertijn nu? Vindt u Albertijn echt duur? Ik zou echt niet weten. Het op zich hangt er vanaf welke supermarkt het is. Ik kan wel zeggen welke supermarkt het goedkoopste is. Maar of het nou echt zo is, maar dan hangt echt van welk product. Er zijn zoveel producten die echt. Als het gaat om huismerken, ik bedoel vergelijking met andere producten. Ja, het gaat maar ook om aanbieding. Het hangt er vanaf, je weet het nog nooit. Dus ik zou het niet durven te zeggen, maar na dit onderzoek, aan het eind van het jaar, kunnen we zien welke eigenlijke supermarkt het koopste is. Nou, het hangt echt vanaf aanbieding, supermarkt, huismerken. Er spelen heel veel factoren bij. Toch aankomen, ik hou het heel talen.你買在這個超級市場
中医给他调息成啊，要么还有个地就中中老大地啊，休息休息啊，这样。啊，不客气，Have a nice day. Thank you very much. 哎，到过明儿，但是都还翻译的，要不我放给自己。哎，到这些。